Aanvoerder, vliet je mee of tegen vandaag? Sorry, nog een keer? Vliet je mee of tegen vandaag? Mee. Ik vond dat we gewoon die matchplan die we hadden, op onze manier van voetballen, hebben we heel goed omgezet, op veld gebracht. Ik denk dat we het Feyenoord heel lastig hebben gemaakt, goed verdedigd, compact gestaan. We komen op 1-1 door een prachtige goal. Je weet dat je op zulke momenten gewoon ook via standaard situaties moet komen. Maar jammer zijn hun ook via zo'n goal op voorsprong gekomen. Ja, want jullie stonden zeker het eerste half uur heel goed en die goal kwam eigenlijk uit de lucht vallen. Ja, ze spelen het één keer, ja, spelen ze het gewoon goed, breken ze gewoon door en hebben ze alle vrijheid om hem overal neer te leggen. En, dat was dan op het laatst gewoon te makkelijk binnenschieten. Hebben we ons een beetje laten verrassen via onze rechterkant. En maar verder hebben we volgens mij geen grote kans weggegeven. En volgens mij gingen hun de tweede helft ook nadenken van hey, wat moeten we nog doen. Hun gingen aanlopen. Maar het gebeurde niks. En dan via een setpiece, dat ze dan die 2-1 maken, dat mag niet gebeuren. Ja, dat vond ik zo raar. Jullie hadden het zo goed staan, de tweede helft. En dan zo'n standaard situatie zijn jullie gewoon Berghuis kwijt. Dat is ook niet de beste kopper. Nee, helemaal. Ik ken hem nog van vroeger. Eigenlijk kan hij helemaal niet koppen, maar die raakte die wel goed. Ja, je zei het viel mee, want jullie gingen hier niet naartoe met heel veel vertrouwen. Jawel, we wisten dat we het hun moeilijk maken en dat het tegen ons lastig is om te scoren. Ik denk dat we dat vandaag ook gewoon hebben laten zien. En we hebben nog een grote kans in de laatste minuut. Als we die binnenprikken, ja, dan staat gewoon 2-2, sta ik hier met een glimlach. Zo sta ik hier. Ja. Ja, maar je zegt, we hadden wel vertrouwen. Zeker defensief hebben jullie in de voorbereiding laten zien dat jullie weer een stugge ploeg zijn. Zeker ook met de defensie die vorig jaar goed op elkaar is ingespeeld. Maar ja, voetballend was het niet je van het aanvoerder. Ja, maar dan moet je ook niet meegaan als je bij de kampioen eerste wedstrijd uitspeelt en je hebt 6 nieuwe spelers in de basis die heel jong zijn en ook niet heel veel ervaring hebben. Ja, dan moet je op onze manier moet je kijken en dan moet je groeien tijdens het seizoen. En daar zijn we mee bezig en ik denk dat we op onze manier vandaag heel goed hebben gedaan. Ja, want, het is nu nog wat vroeg om te zeggen, maar volgende week moet je wel het spel maken thuis tegen VVV. Is dat dan een hele andere tactiek of zeg je van nou, voetballend zat er ook wel progressie in vandaag? Ja, ik denk dat het tegen VVV een heel andere wedstrijd wordt. Ik denk, ik weet niet precies, maar ik denk dat hun gaan inzakken, wij veel de bal hebben en dan zullen we zien wat gebeurt. Dus al met al wel een beetje goed geluimd, want ik vulde een totenformulier in en ik denk, nou, de Feyenoord gaat hier ruim winnen, maar het viel mij ook reuze mee. Ja, daarom. Maar ja, of je nou ruim verliest of 2-1 verliest, dat is alleen, morgen kun je zeggen, voor het gevoel was het beter als je 2-1 verliest, maar ja, we wilden gewoon een punt pakken en dat is niet gelukt.